Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer met The Gang, The Man, The Myth, The Legend, David. Holy shit. Abonneer op mijn kanaal, deze zou ik super leuk vinden. Laat duimpje omhoog achter en doe het belletje aan. Laat een leuke reactie achter, zou ik super nice vinden. Abonneer, ik weet waar je bij huis slaapt. Oké, David. Oké, waar we dropping? Zeg jij het maar. We gaan naar Classic Chords. Die zie jij natuurlijk niet, die namen. Jawel. Oh, jawel. Ik zie alles. Oh, we hebben het al even 12 natuurlijk. Blijkbaar heeft het seizoen best wel lang geduurd. Ja, het seizoen duurt vaak echt 3 maanden of zo. Ja, weet je. Ja, dat heb je soms, hè. Ik heb nog maar een paar potjes gespeeld. Ik heb heel veel gespeeld voordat Modern Warfare 3 uitkwam. En toen kwam Modern Warfare 3 uit, heb ik het niet meer aangeraakt. Ja. Wordt het tijd om weer op te starten, man. Maar het tijd om even naar al die tijd gewoon even op te starten, weet je. Ja, ik heb het ook niet heel veel gespeeld, maar nog maar level 47. Ik ben niet zoals Melvin die level 170 is, als een fucking tryhard, maar goed. Ik ben level 12. Level 12. Tryhard, wat vind je van mijn level in Call of Duty? Je gaat eigen gat mee, dat weet je. Volgens mij ben ik inmiddels bijna level 450. Jezus. Mijn sensitivity staat heel erg hoog, hier moet ik even aan wennen. Oké, laat. Oh, nee! Kom op. One down. Dat is jammer. Daar. Kom op. Wat is wat? Kom er ook neer. Oh! Ben je aan het vechten? Ja, nee, is dood. Ik hoor hem aan het lopen hier. Wan. Oh, mooi. Ik ben hem kwijt. Oh, hij heeft dat ding. Hij heeft dat ding. Shit! Help. Ik ben dood. Bro. Ik ben dood. Hij zit hier. Hij heeft dat stomme schild. Oh, ja, dat is niet normaal. Ja, dat schild, daar kun je letterlijk niks tegen doen. Nee. Dat is sneu. Alright, we're dropping. Hoppatai. Ik vind het zo kut met die glitch met die battlebus. Heb je dat ook? Heb je dat niet? Dat je niet in de battlebus zit? Nou, ik wel. Oh ja, bij mij is het oprecht zo. Ik hoorde van Melvin dat het oprecht een PC glitch is of zo dan, maar... Dat je oprecht gewoon heel erg ver vanuit de battlebus camera look hebt. En het lijkt alsof je niet in zit. Bro, dan gaan we een potje gaan we rocken. Dan weet je dat het was. Deze pot wordt laap. Wordt lapen shit, man. Ik ga het eigenlijk niet halen, kut. Oeps. Yo, een losertje. Ik ga wel mee. Ik ga wel mee, zegt hij dan. Er is ook een cruise ship hier, holy shit. Oeh, daar ga ik heen. Ja, is goed. Dan gaan we daarheen. Dan gaan wij daarheen. Ik pak even zo'n wapentje en dan kom ik aan. Dat is deze niet, laat maar. Ik pak gewoon deze. Hier landt volgens mij niemand hoor. Gist je nooit, hè? Ja, ik heb er op zich wel zicht, want ik ben eigenlijk nog steeds niet geland. Oh. Nu wel. Yo, gouden shotgun. Oeh. What the fuck? Ik hoor iemand lopen. Is dat de kapitein of zo? Nee, het Voltkey heb ik nu al. Nu al een Voltkey. Oeh, dat is lekker. Is er een Volt? Ja, ja, ja. Hier beneden. Let's go to the Volt, baby. Alright. Oeh. Maar je weet het ook al helemaal. Je weet het ook allemaal waar je moet zijn, gewoon. Zegt David dat hij vanavond Warzone moet komen, zegt Pierre. Nee, ga ik niet zeggen, man. Ik ga niet vertellen aan David nu dat hij Warzone moet komen straks. Holy shit. Ja, hier is de kluis. Lekker man. Let's go! Wat is dit? Wat? Ja, dat kan je doen en dan oprecht dan gaat je door de shield. Ik zie het. Een hele grote kluis. Ik ben zonder het nu al te gebruiken, maar goed. Ja, een beetje. De man in je party heeft wel een flinke mic, zegt Mark. Ja, vind je? Ja, weet je, ja, het kan gebeuren. Weet je, niet iedereen heeft zo'n studio mic als jij, Mark. Ik heb gewoon mijn AirPods in. Niet iedereen is zo cool als jij. Hey, Arsja, wil je deze AR hebben? Ja. Die mag je gewoon hebben. Je hebt een betere mic dan ik waarschijnlijk. Weet je niet. Ben jij toevallig een SMG? Ja. Daar zou ik wel best blij van worden, ja. Die heb ik. Je mag kiezen. Die of die? Ga voor deze, man. Die vind ik net wat chiller. Of heb jij gewoon geen voorkeur? Ik heb geen voorkeur. Dan komt het goed. Dan komt het goed. Dan komt het allemaal goed. Hoe is het met jou, Mark? Mark, vanavond gaan we voor jou een fancy doen. Yo! What the fuck doe je allemaal, man? Wat heb jij beloofd? Hij is natuurlijk een... Hoe zeg je dit? Of hebben die nu weggeblazen? De launchpad. Huh? Oh, fuck. Oh, nee, andere kant. Dat is ook één voor mij. Hm. Hoe laat? Ja, ik denk begin avondje. Om 6 uur zo. Right. Deze was een ding luid. Wat? Een luide boot. Ah, zo'n beetje een luid bootje aan. Ik zeg niet dat het geen luide boot is. Ja, de launch pad staat hier. Dat is zo cool. Let's go to there. Dat is niet zo hoog, maar ik op zich kan wel de ding pakken.
Hoppatee. Ik heb ook een quest opeens. Eliminate players with shotgun. Op zich. Op zich. Voor mij ook andere mensen, of was jij dat? Geen idee eigenlijk. Ben ik. Oh, ben jij dat? Wat leuk, wat gezellig. Ongelooflijk leuk! Oké, ik heb een dilemma voor je, oké? Okay? Weet je, ik heb een dilemma voor je. Om een beetje... gewoon leuk. Oké, wat heb je liever? Ik zit even na te denken eigenlijk. Wacht even. Kat! Wat? Oké, wacht. Oké, ja. Ho! Shit, ouwe. Heb jij een leuke dilemma? Ik heb een dilemmaatje erin, hoor. Ik vond het leuk. Chat, heeft iemand iets leuks? Nee. Oké, ja. Komt-ie. Ben je ready? Take the L of the default dance? Welke is beter? Ik wil mensen ook in de chat horen. Ook in de reacties, zelfs op de YouTube-video. Take the L of the default dance? Welke is beter? Welke is beter? Ah, waar zijn mensen? Nee, ze hebben een kluis. Nee, ze hebben een kluis. Oh shit. Take the L, ja? Fair? Oké, take the L. Dilemma. Maurice Stijn of John van het Schip? Welke is beter? Oh jee. John van het Schip. 100%. John van het Schip. 100%. Eerlijk? John van het Schip is beter dan Maurice Stijn. Ja, nee, het is gewoon zo. Eerlijk. Ben je heel benieuwd wat Mark daarvan vindt. Ja, het maakt heel veel uit eigenlijk. Nou, wat vind jij? Maurice Stijn of John van het Schip? John van het Schip. John van het Schip. Dilemma. Abonnement op de OnlyFans van de King 77 NL of Fuckboys kijken? Fuckboys kijken, 100%, sorry. Sorry, zeg, no hate naar King Alert. Maar bro! Doe dan maar Fuckboys kijken. Eerlijk, wat vind jij, Daaf? Een abonnement op OnlyFans van King Alert, yeah. Of Fuckboys kijken? King Alert. Wat?! Wat?! Ik had het heel graag gewild. Oh ja, natuurlijk, ja. Ik moet zeggen, ja. Wat?! This man's crazy! Bro, what?! Oh, ik moet even challenge halen, wacht. Even eraf springen. What the fuck?! Bro, that's crazy shit out there, bro. That's crazy. Oh, lekker. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Zeg nu een grapje. Nu, echt nu. Grapje, neef. Grapje, man. Wat is dat mensje? Yo! Schiet op ze. Episch treingevecht. Oh. Daar heeft gewoon heel veel kennis van OnlyFans, zegt Pierre. Zo? Not gonna lie. Not gonna lie. Dat is titel. Ja. Oké. Winnie de Pooh of Thanos, zegt Melvin. Winnie de Pooh, ouwe. Winnie de fucking Pooh, ouwe. Maar dan die horror variant of niet? Ja, die. Die horror variant, hè? Zo je vermoeden had ik het al. Ja. Oh, kut, we gaan de verkeerde kant op. Oh. Gio of Don de Jong, zegt Mark. Gio of Don de Jong. Don de Jong. Is ook een optie C? Ja, is ook een optie C? Anders ga ik voor Don de Jong. Optie C? Is optie C de film Game On, of niet? Optie C beide niet het liefst, maar ja. Royalistic, is optie C? Oké, Royalistic. 100%. Royalistic, ja. 100% bro. Set your mind free. It's the year of summer. Oh, shit. Nee. Wacht even met schieten. Oké. Okay. Maakt niet uit. Oh, kut. Eén down. Oh, kort. Kill the man. Oh god. Kill the man, bro. Oké, dilemma. Winnen of niet? Ah, je hebt hem af. Oh, wat een sukkel.
M&M, nu moet je het zelf doen, hoor. Dat weet je. Ik dacht dat je achter die steen zat. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Abonneer mijn kanaal, doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan. Abonneer mijn kanaal, laat een leuke reactie achter. En check ook even een andere video, die kan je even aanklikken. Dat is hartstikke leuk, man. Hartstikke leuk. Abonneer ook op mijn Twitch kanaal en zo. Ook leuk. Daarnaast hebben we nog wat te zeggen. Peace out. Is helemaal goed, joh. Houdoe!